Nou, je maakt natuurlijk prachtige nagels met schablonen, maar je kunt ook zonder schablonen werken. En vandaag ga ik je laten zien hoe je een shorty kunt maken zonder schabloon. Ik heb de nagel al voorbereid en ik ga werken met acryl. Ik neem een kleine hoeveelheid koelcamouflage. Let goed op je mixratio. Zet me heel even af. Ik breng deze aan op het stresspunt van de natuurlijke nagel, of op het stressgebied. En ik ga me eerst focussen op het inblenden op de natuurlijke nagel. Ik ga over mijn bol heen staan om goed de lijn van de koelcamouflage weg te blenden. En ik draai mee met de vorm van de nagel. Dus aan de zijkanten van de nagel werk ik ook met de zijkant van mijn penseel. Wanneer ik klaar ben met de koelcamouflage, ga ik over naar de hotcamouflage. Daarmee maak ik een wat lichtere overgang naar de natuurlijke nagel en zet ik hem ietsjes transparanter bij de lunula, zodat als de nagel gaat uitgroeien, je een mooiere overloop krijgt. Ik leg de hotcamouflage op de overloop van de koelcamouflage. En ik zorg ervoor dat ik hem mooi in de natuurlijke nagel blend bij de cuticle area. Aan de zijkant van de nagel werk ik met de zijkant van mijn penseel. En met de buik duw ik mijn bol nog wat aan en neem ik mijn hotcamouflage mee naar de voorzijde van de nagel. De acryl is uitgehard en nu ga ik de nagel in model veilen. Ik ga dat doen met de metalen middenkern en een 180 grit vel. Als ik deze geplakt heb, moet ik hem natuurlijk nog eventjes afkanten. En ik gebruik er altijd één vuilstrip voor die ik dubbel plak en die gebruik ik als afkantstrip. Dus ik pak mijn vel erbij. Ik zet het stripje schuin op de vel. En op deze manier haal ik het scherpe van de vel af. Ik begin met het nalopen van de zijlijnen. Ik kantel de vinger daarvoor iets meer naar me toe. Ik meet of ik recht ben met mijn vel en ik meet op het onderste vingerkootje. Daar ga ik parallel aan werken. Dan draai ik de vel iets meer naar beneden om te voorkomen dat ik in de huid vuil. Ik zet hem op het breedste punt. En ik ga veilen. En wanneer ik op het punt ben waar ik zijn wil, eindig ik naar boven. Om te voorkomen dat ik de nagel naar beneden toe af ga ronden. Dan ga ik mijn vorm corrigeren. Ik ga een rechte nagel maken, maar wel met afgeronde hoeken. En daarvoor draai ik de vel een beetje in. Nu ga ik de cuticle area veilen. Ik trek daarvoor goed de huid weg. Kantel de vinger weer een beetje naar beneden. Gebruik de ronde zijde van de vel. Let erop dat je niet op de huid veilt. Ik ben nu klaar met veilen en als extra touch ga ik een laagje Erotic Decency aanbrengen. Dit vind ik de allermooiste nude kleur en hij is semi-transparant. Dus de overloop naar de natuurlijke nagel zie ik zo meteen nog een klein beetje doorschijnen. En ik ga nog een heel klein beetje clear inleegglitters aanbrengen. Ik breng eerst een laagje bont aan. Voordat ik mijn gel polish ga aanbrengen, let erop dat je niet in de huid werkt. Ik pak een kleine hoeveelheid gel polish. Kantel de vinger een beetje naar me toe, zodat ik goed kan zien wat ik doe. Breng hem richting de cuticle. En ik sleep hem mee naar beneden. Nu ga ik clear inleegglitters aanbrengen. Dat doe ik met de rubber base. Die heb ik al klaargelegd op mijn paper pallet. Klein beetje aan mijn penseel. Breng wat aan waar ik mijn glitters wil hebben. Dan pak ik met de detailer de glitters uit het potje. En ik leg ze in de rubber base. Ik kies er nu voor om alleen met de kleine glitters te werken, omdat ik echt alleen een subtiel effect wil bij de cuticle. Wanneer je klaar bent, gaat die 10 seconden in de twinlight en dan ga ik hem ook nog heel even cappen met de rubber base. Neem echt maar een heel klein beetje aan mijn penseel. En ik breng dit aan over de glitter, zodat je ze straks ook niet voelt zitten. Zet ik hem weer even 10 seconden vast in de twinlight en daarna breng ik de supreme finish aan.
Op deze manier kun je dus een minimale verlenging maken zonder een schabloon. Let er wel op dat je echt maar een minimale verlenging maakt van maximaal 2 mm. Anders heb je namelijk de kans dat de acryl onder de nagel loopt en dat is niet zo mooi. De twinlijst is inmiddels klaar. Kijk je mee naar het eindresultaat? Dus zonder schabloon kun je ook een prachtige nagel maken met de kleine touch bij de cuticle. Tot de volgende keer!